Ik ben Jeanette Duursma, ik ben 52 jaar, ik ben lijsttrekker voor GroenLinks en ik hoop dat iedereen gaat stemmen, want er is heel veel aan te merken op een democratie en dat is juist zo mooi dat dat mag, dus allemaal gaan stemmen. De Provinciale Staten doen heel veel voor de ruimtelijke ordening, dus als het gaat om natuur en om landschap, daar doet de Provinciale Staten een heleboel. De Provinciale Staten doen heel veel op het gebied van natuur, op het gebied van landschap. Dus wat wij graag willen is dat de Gelderse natuurgebieden verbonden worden. Dat we wat gaan doen naar de biodiversiteit. We weten allemaal, het aantal insecten is enorm teruggelopen. Als gevolg daarvan ook de weidevogels. Dus wat wij graag willen is natuurinclusieve landbouw. Dus een landbouw die rekening houdt met de natuur. De boeren beheren heel veel landschap. Als die dat natuurvriendelijk gaan doen, dan kunnen we Gelderland nog mooier maken. Een gedeputeerde is eigenlijk de minister op provinciaal niveau. Zoals een wethouder dat doet in de gemeente, doet de gedeputeerde dat voor de provincie. Dus die moet eigenlijk uitvoeren wat Provinciale Staten besloten hebben. Provinciale Staten is natuurlijk het hoogste orgaan, is de gekozen volksvertegenwoordiging, de essentie van de democratie. En de gedeputeerde mag uitvoeren wat wij als PS besluiten. Als provinciale politicus heb je heel veel te maken met belangenorganisaties. Minder met individuele inwoners, maar meer met belangenorganisaties. Dus soms is het wel heel veel overleg. En soms is het ook heel hard werk om een klein beetje voor elkaar te krijgen. Maar het is wel hartstikke nodig. Wat we heel belangrijk vinden is dat we echt een enorme slag gaan maken in de opwekking van schone energie. En wat we belangrijk vinden is dat dat ook voor de lage inkomens toegankelijk is. Niet alleen voor de rijke mensen met een eigen huis. Dus dat we woningcorporaties daarin ondersteunen. En dat we een wijkaanpak doen waarbij ook het rendement van de schone energie terugkomt in de wijk. Ik denk dat wij dé partij zijn die de klimaatopgave heel erg serieus neemt. Alle partijen noemen het elke keer, maar wij doen het ook. En we hebben nu het groenste kabinet ooit, zo noemen ze zichzelf. En wat we zien is dat we voortdurend besluiten nemen die helemaal niet groen zijn. Dus ja, GroenLinks maakt echt Gelderland nog mooier, nog groener, nog duurzamer en nog meer natuur. We kunnen een enorme omslag maken met zonne-energie en met windenergie. En daar heeft de provincie juist een enorme opgave om samen met de gemeente te zorgen dat alle gemeenten hun bijdrage gaan leveren. En natuurlijk kun je zeggen, we zijn maar heel klein, maar we zijn wel een rijk land. Dus als wij die aanzet niet maken, ja, wie moet het dan doen? En bovendien, het is wel een mondiaal probleem, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de uitstoot in China, die komt ook omdat wij heel veel importeren uit China. Dus daar, ook daar zijn wij deels verantwoordelijk voor. Dus zeker wij als rijk land moeten daar onze verantwoordelijkheid nemen. En dat is vooral zodat nu is het Gelderland prachtig, maar dat het over 1 of 2 generaties ook nog heel mooi is om hier te wonen.